Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super tof dat jullie kijken. Het is maandag, tweede paasdag, 3 uur, de hoogste tijd. Zoals vorige week al gezegd, met Pasen, leuk, we gaan iets met een eitje doen. En dat gaan we zeker doen, maar ook met asperge, want het is aspergetijd. Dus we gaan echt heerlijke eiroyaal met asperges maken. Wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Zo, wat hebben we er allemaal voor nodig? Een briochebroodje, twee stuks asperges. Ik heb ze al gekookt. Hoe je dit moet doen, hoe je ze moet koken, dat vind je in vlog 2. Kijk even onderin de beschrijvingen, daar staat de link naar asperges koken. Een eitje hebben we nodig, die gaan we vandaag koken, 5 minuutjes. Je kan ook pocheren. Dan hebben we nog jonge spinazie nodig, olijfolie. Twee mooie plakken gerookte zalm en Hollandaise saus. Je hebt het ook al gemaakt, ook die vind je in een eerdere vlog, namelijk in vlog 3. Net zoals de gepocheerde eieren, kan je voor dit gerecht ook gebruiken, gepocheerde eieren. Die vind je ook in vlog 3, net zoals de Hollandaise saus, hoe je die moet maken in vlog 3. De link staat weer in de beschrijving van deze video en wij gaan beginnen met maken. Zo, dan gaan we beginnen met maken zoals ik zei. Wat gaan we doen? Ik ga het eitje koken, 5 minuutjes. Dan ga ik de jonge spinazie aanmaken met een klein beetje Spaanse mooie olijfolie. En dan gaan we het broodje super mooi beleggen met onze ingrediënten. Zo, de eitjes zijn gepeld en gekookt zoals jullie gezien hebben. Dan gaan we het broodje afmaken. De brioche die snijden we even door de helft. Zo. De asperges snijden we door de helft. Maken we de jonge spinazie. Kan je mooi rauw eten, jonge spinazie. Aan met een beetje olijfolie. Dat gaat dan de onderkant van het broodje. Dan doen we daar de gerookte zalm op. Daar weer de asperge. Zo, en dan één ei door het midden gesneden. Die eitjes heb ik zout bij het water gedaan, voor jullie het nog niet wisten. En dan pellen ze makkelijker. Die gaat zo, mooi zacht van binnen, ja, en dan de Hollandaise erop. Kun je het goed zien zo? Kijk, en dan is je ei royaal met asperges helemaal klaar. Kap je brioche er nog op en is het helemaal klaar. En dan was dit mijn versie van de ei royaal met asperges op deze tweede paasdag. Zo, dat was het weer voor deze tweede paasdag. Maandag, 3 uur. Hè. Super leuk dat jullie gekeken hebben. Vergeet even niet te liken, blauwe vinkje. En vergeet zeker niet te abonneren. Het is zo gebeurd, het is helemaal gratis. En nogmaals, super bedankt dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie hem na gaan maken, deze ei royaal. Super lekker, super juicy. En we zien elkaar volgende week weer. Bedankt, tot volgende week. Doei doei.